Dat gaat dus zo. En word je niet gek van alle geluiden? Nee, ik niet. Ik hoor het niet eens meer. Mijn man wel, die heeft zoiets van... Oh. Oké. Nou, dat ziet er gezellig uit. Dank u wel. Doe me ook veel voor. Dit is... Dat is niet weinig wat hier hangt. Nee, we zijn het hele jaar ben ik op zoek. Dag in, dag uit. Dus als je wat op Facebook wat ziet, dan ben ik meestal wel degene die al gelijk iets vindt en reageert van... Oh, kan ik het vanavond ophalen? Dan stuur ik even mijn man. Wij vieren 3 kerstdagen. 24 december is onze eerste kerstdag met het gezin. Eerste kerstdag ja, zijn we met z'n tweeën of we gaan ergens heen. En tweede kerstdag is gewoon een rustdag voor ons. Of we hebben vrienden uitgenodigd. En mijn vader is 24 december jarig, dus ja, dat heeft ook weer een band. Ja, en ik vind gewoon de hele sfeer, de lichtjes. We willen ook echt naar de Amerikaanse stijl straks, dat alles op muziek buiten beweegt. Ja, die is ook wel... aanwezig. Ja, we hebben dit jaar, vorig jaar hebben we de witte boom gekocht, want dat vonden we wel, is wat anders. En dit jaar hebben we er blauwe kerstballen in met blauwe verlichting. We hebben hem ook al een keer helemaal roze gehad met roze verlichting. Oh. Dus ja, roze is toch wel mijn ding. Maar word je niet helemaal gek ook hier eigenlijk? Nee. Nee, echt niet? Nee, dit brandt ook dag en nacht. Echt waar? Tot 6, 7 januari. En wanneer begin je met bouwen hiervan? Wij halen eind september halen we alle dozen naar boven. En dan gaan we rustig de dozen bekijken van waar wat in zit. En dan gaan we beginnen met bouw. Langzamerhand in de weekenden. Dus ja, vanaf begin oktober zijn we echt al bezig met bouwen. Kerst geeft altijd een blij gevoel. Ik vind het een aparte sfeer hebben. Het is knus en gezellig altijd. Dus ja, ik sta ook 2 dagen in de keuken ervoor. Dus kerst is echt wel het hoogtepunt van het jaar? Ja, kerst is het hoogtepunt van het jaar. Voor mij mag ik het hele jaar brood eten, maar met kerst dan moet het best op tafel. Hè? Maar was dat vroeger ook al zo? Dan probeer je nee, zo bij mijn ouders was dat nooit zo. Die hadden niks met de kerst. Nee? Nee. Je dacht later, als ik groot ben, dan ga ik mezelf het zelf... ga wonen, dan komt mijn tijd ook wel met de kerst. Ja, dan krijg je dit. Krijg je dit? Ja, nou ja, goed, je hebt wel je hebt goed uitgepakt. Ja, dit is nog maar een derde deel van alles wat wij hebben. Ik bedoel... Kan nog veel meer bij dus eigenlijk. Ja, er kan nog steeds meer bij, ja. Het is nog niet vol genoeg. Nou ja, fijne kerst alvast. Dank je wel, en jij ook. Dat komt helemaal goed hoor. Daar gaan we goed de kerst in.